is natuurlijk in verhouding net volle. Maar ja, we hebben een field en dat kan onderhouden worden. We hebben accommodatie, dat is warm wetter en de faciliteiten minder. Dus goede ballen hebben en dat soort dingen vinden we belangrijk. We willen graag dat de jeugd hier voetballen. Nou, maakt het dan ook zo leeg mogelijk. Hè? Ze kunnen hier op een fiets heen, uit het dorp waarin, daar fietsend. En de contributie leeg. Nou, prachtig. We dribbelen uit het vierkant, snel als mogelijk. En we zitten op Rijn Willem. Voor goal. Dit is dus kantine, ballenhok, scheidsrechterhok. En 2x2, maar alles zit erin, zeg maar. Ja, het gaat net ook wel rond. Nee, nee. Meestal delen we hier de koffie uit en morgen zit de zin hier met de wedstrijd. Dus dan krijgt iedereen hier de koffie in de rust. Waar je koffie en thee en nog gevulde koeken. Ja, we hebben wel eens dat de jeugd van de gasten ook mij komt en die vragen je dan even van nou, haal ik even wat M&M's of even wat lekkers of wat oors als koffie en thee. Ja, dat hebben we dan net. Dit is heel basic, maar in principe hebben we nooit klachten, nee. Oké, Melle, doe maar. Goed paas. Hup. Nou. Hup. Ah, oeh, jammer. De gasten die hier komen, die vind ik altijd geweldig om te zien hoe het hier bij ons gaat. Als clubs uit Ljouwen haast, die zeggen van dit, het, ja, dit is het. Het draait hier op voetbal en dat is wel heel leuk eigenlijk. Ik hoor.